Ik hoop gewoon dat de mensen het ook graag gaan zien. Ik heb iets vreselijks gedaan. Het is een beetje een Vlaamse Robin Hood. Maar het is gewoon cool. Het is niet vaak gedaan in Vlaanderen. Je hebt wel oorlogsreeksen gehad, oorlogsfilms. Maar zo 1700 is een wereld waar ik ook zeer nieuwsgierig naar was. En waarom ik ja heb gezegd? Omdat dat, ja, ik wist er eigenlijk heel weinig over die tijd. Het gaat over die bende die gevolgd en het is echt geen geschiedenisles. Alles behalve zelfs, vind ik. De zijbeelden waar je echt het paard ziet met een mens, dat ben ik niet, helaas. Maar alle andere shots ben ik wel. Ik heb gezegd, ik ga niet achter dat paard hangen, dat durf ik gewoon niet. Dat hebben ze ook niet voorgesteld. De stuntman heeft echt achter dat paard gehangen en ik heb achter een auto gehangen om een topshot te maken van mijn gezicht. Eigenlijk was dat vrij... moest je dat ook zo vrij brutaal filmen, omdat dat niet anders ging. Ik heb natuurlijk wel een soort bescherming op mijn rug, maar ik ben wel echt over dat zand meegesleept. Dus ik had niks letsel, dat was perfect in orde, dat was perfect beveiligd, daar niet van. Maar dat was wel dat gewoon doen. Maar ik heb wel in die lange haren, echt een week lang zand gehad en mijn oren en dat was echt... Het is goed voor mijn tijd dat er iets aan doen. Gaan we ervoor of niet? Je drie cowboys vrienden zitten ook in de serie. Yes. Je hebt veel scènes met Stef Aerts. Yes. Spelen jullie beter samen omdat jullie elkaar zo goed kennen? Goh, we zijn eigenlijk begonnen samen op de toneelschool, dus we kennen elkaar eigenlijk al echt al vrij lang. En het was wel een andere energie natuurlijk dan met cowboys. Maar ik ken Stef natuurlijk heel goed, dus ik weet wat die zijn limieten zijn, ik weet wat die zijn grenzen zijn, ik weet wat die zijn talent is. En ja, we dagen elkaar wel uit. En iedere dag toetsen we bij elkaar af van is het goed wat ik doe, moet ik niet meer dat doen, moet ik niet meer dat doen. Dus Stef was los van de twee regisseurs die erop stonden, ook wel echt mijn maat in het dagelijks leven ook, die mij ook stuurde. En ik hoop hem ook. En heb jij hen er zo wat bij gehad? Dat was het van, ik heb de hoofdrol, kom er mee. De Kalbe? Ja, ik weet dat voor audities, Stef en ik, wij lagen vrij snel vast van rollen. Ah, ja. Ik denk dat wij al vast lagen, zelfs voor de Cowboys. Al de andere rollen zijn natuurlijk gecast en we hebben wel wat mee. We hebben een beetje zeggenschap gehad. We hebben daarmee samen nog gefantaseerd. Ik heb natuurlijk daar geen knopen in doorgehakt, maar ik heb wel mijn lijstje mogen samenstellen van acteurs die ik interessant vind. Het was ook een lang proces, hè? De opnames. We zagen bij jou op Instagram al dat in 2016 al was. Je posten over Jan de Lichte. Hoe komt dat dat zo, zo lang heeft geduurd dat bij de kijkers? Goh, waarom is dat? Ik denk dat belangrijk is dat je een tijd neemt om zoiets te monteren, om daar de juiste muziek op te zetten. En er is geen druk, ik bedoel, die reeks moet naar buiten komen op het juiste moment.